President Desiree Boutersen heeft afgelopen zaterdag aangegeven dat de partiële lockdown vanaf gisteren, zondag 10 mei, verkort is. Het staatshoofd geeft in zijn statement aan dat hij de geluiden vanuit de gemeenschap voor aanpassing van de maatregelen heeft gehoord. Boutersen benadrukt echter dat wij er nog niet zijn, ondanks wij gecategoriseerd zijn als een land met sporadische casussen. Tijdens de partiële lockdown was het voorbijgaans een maand verboden tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's morgens op straat te zijn. Deze periode is verkort naar 11 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Het staatshoofd geeft verder aan dat het niet om een opheffing gaat, maar om een versoepeling van enkele uren. Boutersen legt uit hoe de lockdown in het oosten van Suriname eruit zal zien. De lockdown op de grensrivieren Lawa, Marowijne en Tapanahoni met ten minste 1 week te verlengen tot zondag 17 mei 2020. De totale lockdown op deze rivieren wordt echter omgezet in een partiële lockdown en zal van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens duren. Let wel, de grenzen blijven gesloten. Oversteken van en naar onze buurlanden is dus niet toegestaan. Ook zullen de controleposten in het land blijven bestaan ter controle op verplaatsingen tussen kustvlakte en overige districten. De partiële lockdown voor de rest van Suriname is met ingang van gisteren ook versoepeld, gaf het staatshoofd aan. De partiële lockdown in de rest van Suriname wordt met ingang van zondag 10 mei aangepast en zal dan gelden van 11 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Dat want taki, die dete. Ik kan thuis straat in te aishuru, maar vanaf baka moederdag, dan u mag thuis straat vanaf 5 euro maanting, kom ik 11 euro aan het. Maatregel 3. De publieke gezondheidsmaatregelen blijven onverminderd van kracht. Dat wil zeggen dat de hygiëne maatregelen blijven gelden, handen wassen, niezen of hoesten in uw arm houden, als ook 2 meter afstand houden van elkaar. President Desiree Boutersen heeft in een statement aangegeven dat enkele maatregelen omtrent de partiële lockdown vanaf zondag 10 mei zijn aangepast. Bij de grensrivieren is de total lockdown aangepast naar een partiële lockdown. Het geldt van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. In de rest van Suriname is de partiële lockdown versoepeld naar 11 uur tot 5 uur in de ochtend.